Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben weinig bewolking in onze omgeving en dat betekent dat we een stralend zonnige dag tegemoet gaan. In de ochtend kan het nog wel fris zijn, met in de vroege ochtend zelfs hier en daar nog een graadje vorst. Maar halverwege de ochtend is het al 5 graden en het kwik stijgt snel verder door. Vanmiddag komen we ruim in de dubbele cijfers. Het wordt in het noorden van het land de graad, of 13, 12 op de Wadden en 15 tot 17 graden maar liefst in het midden en zuiden van het land. Een zwakke tot matige wind uit een zuid tot zuidoostelijke richting zorgt voor die zachte aanvoer. Overigens gaat het vanavond wel weer vlot afkoelen op het moment dat de zon ondergaat. In de nacht opnieuw hier en daar een graadje vorst en morgen weer waarde in de dubbele cijfers. Veel zonneschijn, wat sluierwolken. In het westen later op de dag ook wat wolkenvelden van zee. Maar de zon blijft een groot aandeel houden met 10 tot 15 graden en ditmaal een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Voor de zondag nog steeds een dag met volop zon, en ook maandag is de zon prominent aanwezig. Dinsdag zou er een spatje regen kunnen vallen, maar de neerslaghoeveelheden zijn waarschijnlijk niet groot. De middagtemperatuur gaat dan wel wat omlaag, maar blijft rond de 10 graden uitkomen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl